U begint. Aan jou de eer. Ja, aan mij de eer. Ah, top, dan begin ik. Waar hebben we elkaar voor het eerst ontmoet? Bedoel je in het echte leven of virtueel? Nee, in het echte leven. Oké. Okay. Op een vliegveld in Glasgow. Ja. Dingland. Okay. Ben je klaar voor de mijne? Ja. Wat was mijn eerste professionele voetbalclub? FC Twente. Ja, dat is ook voor je. Ja, keurig goed, keurig goed. Wat is de kleur van mijn tandenborstel? Ja, als je met elektrische poets is die wit, maar we hebben alle kleuren in huis, dus ik houd gewoon wit. Meestal. Ik houd gewoon wit. Met? Met wat? Welke kleur nog meer? Hij is wit met? Hij is gewoon wit met een blauwe drukknop. Ja, ja, hij is blauw. Wit met blauw. Oké, ben ik klaar voor mij? Ja. Oké. Wat is mijn sterrenbeeld? Weegschaal. Ja, maar dat is makkelijk. Wel een maand geboren. Ja, ja, hoe makkelijk is die? Oké. Wat was onze eerste reis samen? Onze eerste reis? Ik denk dat op Frans is geweest naar... Nee. Ik denk Engeland. Rosewood Hotel, was dat onze eerste... Nee, ook niet. Nee. Edinburgh is de eerste keer samen geweest. Maar is dat een reis? Nee, dat is geen reis. Reis is met vliegtuig. Moet een vliegtuig? Ja, vind ik wel. Ja, we zijn Londen geweest op vliegtuig. Fancy. En dat was volgens mij voor de pizza, toch? Ja, jij geeft antwoord, nu zeggen. Kijk maar eens even aan. Zeg dan. 3. Ibiza op vakantie. Wat dan? Dominicaanse. Zijn we er eens geweest? Ja. Voor het Rosewood? Jazeker. Oké. Dat is wel goed. Ik sta voor. Ja, je staat voor. Kom nog vragen. Ja. In hoeveel landen heb ik gevoetbald? Ja, dat weet je zelf niet eens. Dat maakt niet uit. Hoeveel landen heb ik gevoetbald? 28. 28? Oké, okay, ik ga het straks thuis even tellen, ja? Ja, maar heb ik goed of fout dan? Dat weet ik niet. Ja, ik weet het niet. Waar was onze eerste date? In Glasgow, Shia Freya. Goed, hè? Ja, dat is perfect. Kan niet anders zijn. Wat is mijn lievelingsgeurtje? Mijn lievelingsgeurtje? Dat is Chanel Mademoiselle. Ja, maar ja. Je hebt nooit uitgesproken aan mij wat je favoriete geurtje is. Maar ja, ik weet dat het je meest die recent gebruik is en die je ontzettend lekker vindt. Hij is inderdaad lekker. Oké, ik keur hem goed. Ik keur hem goed. Fijn, zeg. Ja. Dank je wel. Wat is mijn ochtendritueel? Opstaan, je kleren aandoen en eerst ontbijten. Kan niet zo komen. Ja, perfect. Toch? Ja. Wat draag ik thuis het liefste? Mijn trui en een joggingbroek. Ja, dat wel. Ja, toch? Ja. 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 Ken je zo goed, hè? Wie is het meest ijdel van ons twee? Ik. Ja, duidelijk. Overduidelijk. Nou. Valt ook wel mee. Vertel. In welk jaar werd ik verkozen tot Miss Nederland? 2013. Klopt. Dat wel? Ja. 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 Nou. Ja, allemaal goed. Allemaal goed. Wat heb ik gestudeerd? Verloskunde. Yes. Dat was een makkelijke. Wat is de kleur van mijn toilet? Bruin. Ja, hè? Ja. Wat is mijn lievelingseten? Serieus, krijg jij die vraag van? Ja. Ja, Pokémon, dat zou ik zeggen. Ja, klopt. Huh? Ja, sushi, Pokémon. Ja, ik raad hem. Ja. Dat is helemaal goed. Oké. Okay. Ben ik liever op een relaxed vakantie of op een actieve vakantie? Actief natuurlijk. Dat klopt. Makkelijk. Wie van ons twee doucht het langst? Dat ben jij. Een crèmespoentje in, een shampootje hier. En jullie gaan natuurlijk geschoren worden. Ja. Ja, klopt. Oké. Okay. Ja. Welk kledingstuk draag ik het liefst? Je hebt natuurlijk je eigen schoenen. Ah, ja, toch? Heel lekker, ja. Dat is een beetje reclame maken zelfs. Ja. Heel lekker. Maar dat kun je goed.
Hoe lang doe ik gemiddeld over mijn make-up? Dat is lastig. Gemiddeld, hè? 2,5 dag, denk ik ongeveer. Nee, jeetje, dat is een hele moeilijke vraag. Het is ook nog anders, toch? Ja, maar op een doorsneedag? Op een doorsneedag? Ja. Oké, als ik haast heb en ik ga naar beneden. Ja, 20 minuten. Nee. Jawel. Nee. Gaat er 5, sowieso. 10 minuten. Nog nooit heb jij 10 minuten voor de spiegel gestaan. Ik weet zeker 10 minuten. Nou ja, volgens mij zal ik het stoppertje naast. Dat is goed, doe maar. Dus nu sta jij voor? Wat zei je? Nu sta jij voor, want ja? Ik heb meer vragen gehad dan jij. Ja. Oké. Okay. Zou ik liever kiezen voor een massage of een gezichtsbehandeling? Wat je ook zegt, hij is fout. Allebei dan? Ja, dat mag niet. Nee, dan denk ik een massage. Ah nee, ik ga toch liever voor een gezichtsbehandeling. Ja? Ja. Ah, lekker. Ik ook. Oh, prachtig dit. Volgens mij heb ik gewonnen. Nee, wat zeg jij? Ja, ik heb gewonnen. Nee, je zegt gelijk. Ik ging voor een gezichtsbehandeling, zei ik dan. Ik had alleen de vraag van net fout en een van allereerst had ik fout. Ik denk, volgens mij heb ik gewoon eerlijk gewonnen. Jury? Wat gaan we doen? Jij masseert mij en ik masseer jou. Dat is een deal.